Het loopt allemaal nog niet op rolletjes bij de enige Zeeuwse hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Peter van Vossen uit Zierikzee staat met zijn Fortuna Sittard op de laatste plek in de Jupiler League. Vrijdag werd met 1-8 verloren van FC Emmen, een historische nederlaag. Het heuvellandschap verraadt het al een beetje. We zijn in Limburg, om precies te zijn Spouwbeek. Daar traint Fortuna Sittard in de week na de grootste thuisnederlaag uit de clubgeschiedenis. 90 minuten, heb er genoeg gezien en hebben we weer ook genoeg gezien. 1 tegen 8. Een historische nederlaag voor Fortuna. Een historische oedeverwinning voor FC Emmen, dat het heel goed deed. En Fortuna met Peter van Vossen mocht zich eens achter de oren krabben wat vanavond hier fout is gegaan. Achter de oren krabben, aldus de Limburgse omroep L1. Peter van Vossen lacht nog. Het is zijn eerste klus als coach betaald voetbaltrainer. En dan laatste staan in de Jupiler League. Wat is er allemaal op je afgekomen na vrijdagavond? Heel veel. Kun je ons een beetje meenemen? Nou, zo ontevreden supporters, ontevreden spelers, die balen die, van het resultaat. Ja, het is ook triest voor de supporters van Fortuna Sittard. Dit team kan voorlopig echt niet meer doen en staat terecht op de laatste plaats. Of het nu een jong team is of niet, maar 1-8, dat mocht er niet gebeuren in het profvoetbal. Heutzutage. Toch is de klap groot. 1-8 verliezen thuis van FC Emmen. 8 keer moest deze doelman van Fortuna Sittard de bal uit het netje halen. En dat terwijl Peter van Vossen nog wel zo ambitieus is. Binnen 3 jaar wil hij met Fortuna naar de eredivisie. En hij heeft zichzelf vergeleken met Louis van Gaal. Nee, ik heb mezelf nooit vergeleken met Louis van Gaal. Wat ik heb gezegd, ik heb dat ik een aantal oefenstof van hem mee heb genomen. En dat, ik denk dat het logisch is dat... Dat van elke trainer pik je iets op. En wat Van Gaal toen al deed in die tijd. En nu nog steeds waarheid is. Ja, dat wij nemen gewoon die oefenstof nemen wij gewoon ook mee naar Fortuna Sittard. Voetballen, dat kon hij. 31 interlands voor Oranje. Als trainer nog alles te bewijzen. Doel met Fortuna Sittard? Gezond worden. En een goede basis neerleggen voor de eerstkomende 3 tot 5 jaar. En dat is, de korte termijn is gezond worden en lange termijn is gezond blijven. En successen gaan boeken richting naar boven. En jij maakt het seizoen sowieso af bij Fortuna Sittard. Dan zijn ook wel eens mensen in Zeeland die grappen van nou, die Peter van Vossen die zien we weer heel snel terug op Schouwen-Duiveland. Nou, dat sowieso niet. Nee, ik woon lekker in de Achterhoek en daar blijf ik ook lekker wonen. Dus, Ik ging al witte zakdoekjes omhoog bij de spionkop van Fortuna. Dat wilde zeggen dat de trainer weg moet. En Van Vossen rood op, Van Vossen rood op, werd er geroepen. 1 tegen 8. Jongen, 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 jongen.